keuze gemaakt. U zegt, dit niet, dat. Nee, dit laat ik los. Ik ga de andere kant op. Nee, ik verlaat die brede weg, die highway. Ik ga de smalle weg op. Ik ga door die enge poort. Al die andere mensen om me heen gaan door die brede weg. Is vol met mensen. En in die snelle, smalle, enge poort ben ik alleen. En dus alleen met Jozef. Maar ik kies voor die weg. Hoofdstuk 8. U weet wel dat ik soms over deze dingen spreek. Niet elke week. Maar ik weet hoe zwaar deze kost is. En ik heb niet zo'n roeping om over zulke dingen te praten. Je hebt sommige voorgangers of leiders hebben de roeping om over zulke dingen te praten. Ze praten erover als dagelijks brood. Maar ik ben een prediker van genade. Dus ik praat niet vaak over zulke dingen. Ik praat over dingen die mijn roeping regarderen. Maar ik moet ook deze dingen verkondigen. Want het is het verlangen van de Heilige, van de Heilige Geest, dat wij de volle raad van God verkondigen. Dus eigenlijk alles wat het woord onderwijst, moet verkondigd worden. Want een van de dingen die ook vandaag aan de orde zijn, is dat mijn volk, Gods volk, ten onder gaat door gebrek aan kennis. En niet iedereen heeft het in zich om zelf achter het woord te gaan. Om zelf het woord te onderzoeken. Het woord wordt wel gelezen door de meeste kinderen Gods. Maar onderzoek uit het woord zijn niet de meesten die dat doen. Daarom is het goed dat ik af en toe ook zulke zaken aan de orde stel. Openbaring 8. Dat boek heet Openbaring. Het is geen verborgenheid, is openbaring. Dat wil zeggen, dit boek moet voor iedere gelovige, dat is wat openbaring, voor ieder kind van God begrijpelijk zijn. Heeft geen verborgenheden en onbegrijpelijke dingen. Vandaar het woord openbaring. Het is duidelijk. Het is zichtbaar voor ons. Daniël was verzegeld. En de mensen die Daniël lazen en lezen, weten lang niet alles wat Daniël te verkondigen heeft. Maar dit boek, openbaring, is niet verzegeld. Het is een openbaring. Ja. Hoofdstuk 8, vers 1. En toen hij het zevende zegel opende, we hebben ongeveer, misschien 2 maanden geleden of korter, heb ik in de kerk over de 7 zegels gesproken.
Ik begin vandaag met de 7 bazuinen. En toen hij het 7e zegel opende, kwam er een stilte in de hemel. Ongeveer een half uur lang. Geen lofprijzing, geen aanbidding, geen gespring en gegil en noem maar op. Een half uur lang was er stilte in de hemel. En u weet hoe mensen het moeilijk hebben om 1 minuut stil te zijn. Als iemand ons wil straffen, dan zeggen ze, laat me het anders zeggen, laat me het meer dik bij de waarheid zijn. Als iemand een vrouw wil straffen, zeggen om 5 minuten de mond te houden. Maar hier in dit deel was een half uur lang stil. In de hemel. Er kwam een stilte in de hemel. En ik zag de 7 engelen die voor God staan. Dat is informatie. Er zijn 7 engelen die voor God staan. Als je de tekst goed leest. En hun werden 7 bazuinen gegeven. 7 ramshorens. Om te blazen. 7 trompetten. Ga je zeggen. Hier staat 7 bazuinen. In de andere vertaling staat een ander woord. Zal horen staan. Of iets dergelijks. Of ramshoren. In de andere vertaling. Maar in deze vertaling staat bazuinen. Dus die 7 engelen. Die voor Gods troon staan. Werden 7 bazuinen gegeven. Iedere engel kreeg 1 bazuin. En er kwam een andere engel. Dat is die 8e engel. Die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Als je aan het altaar denkt, denk aan het heilige. Bij het altaar ging staan van de tabernakel. En hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van de heiligen. Dat wil zeggen, heiligen bidden. Ze hebben niet nodig om verzocht te worden om te bidden, om te dwingen om een bidstond te bezoeken. Als je een heilige bent. Heiligen, dat zijn de kinderen van God. Als je leest de brieven van Paulus aan Galatië, Korinthe, Efeze, dan praat u over kinderen Gods als de geheiligden, als de heiligen. Heiligen bidden. Ze hebben geen aansporing nodig, het is in hen, hun aard, in hun heilige aard, om te bidden. Ik kan zeggen dus, als u niet bidt, wie bent u dan? Maar dat doe ik niet. Ik heb het al gezegd. En staat er verder. Met de gebeden van de alle heiligen. Let wel, alle heiligen. Op het gouden altaar. Voor de troon. En de rook van het reukwerk. Met de gebeden van de heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar. En wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en stemmen. Oké? Want die engelen gaan een stem horen om te blazen. En bliksemstralen. En aardbeving. En de 7 stengel en de 7 engelen die de 7 bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. En de eerste blies de bazuin. En er kwam hagel en vuur.
vermengd met bloed. En het werd op de aarde geworpen. En een derde deel van de aarde verbrandde. Een derde deel van de aarde verbrandde. En het derde deel van de bomen verbrandde. En al het groene gras verbrandde. Vers 8. En de tweede engel blies de bazuin. En er werd iets als een grote berg brandend van vuur in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen van de zee, waaronder de vissen, die levend hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging. Derde. En de derde engel blies de bazuin. En er viel een grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel. En zij viel op het derde deel van de mens, van de rivieren. En op de bronnen der wateren. En de naam van de ster werd genoemd Alzum. In de Bijbel van Oekraïne staat Tsjernobyl in plaats van Alzum. Oekraïns Bijbel, de taal. Tsjernobyl. En het derde deel der wateren werd Alzum. En vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was. Vierde. En de vierde engel blies de bazuin. En het derde deel van de zon werd getroffen. En het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren. Zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. En de dag voor het derde deel geen licht had. En de nacht desgelijks. En ik zag een arend. Dus vier bazuinen worden hier besproken. En dan verder hoofdstuk 9. De rest van de bazuinen. Wij komen vandaag tot slechts twee bazuinen. Niet verder zullen we komen. Maar ik lees wel uit. En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels. En met luide stem zeide: wee, wee, wee hen die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin, der drie engelen die nog bazuinen zullen. De ergste gevallen komen nog na die vierde bazuin. Komen nog ergere dingen. Wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin. Vijfde bazuin, zesde bazuin en zevende bazuin. Komt allemaal aan de orde een keer. Dat we volgende week mee doorgaan. Dat vind ik te zwaar om te doen. Voor mijn toehoorders. Maar ik beperk mij vandaag tot die twee eerste bazuinen. Goed. Dit woord is van belang dat u weet wat er staat te gebeuren in deze wereld. Openbaring wordt genoemd, is of niet wordt genoemd, is het enige profetische boek van het Nieuwe Testament. En profetisch wil zeggen dingen die staan te gebeuren. Er zijn heel veel mensen die noemen zich profeet in deze tijd en zeggen dingen over anderen. Maar echte profetische woorden horen we niet vanuit de mond van de zich noemende profeten. Maar dit boek is een profetisch boek. En ons maakt het bekend wat er gebeuren gaat. Daarom moeten wij ons opmaken met deze wetenschap. Dat dit staat de wereld te wachten. En die zeven bazuinen, en toen hij het zevende zegel opende,
En zag hij 7 engelen voor God staan. 7 engelen die voor God staan. Die engelen staan voor God. Voor ons geldt dat engelen zijn ook voor ons. Engelen, niet deze 7 engelen. Er zijn 10.000 tallen engelen. Maar die engelen zijn ten dienste van ons. Niet van alle mensen, echt niet. Maar van mensen die het heil beërven, zijn engelen. Ja. Mensen die behouden zijn. Want je wordt niet behouden na je dood. Je bent behouden voor je dood. Want na de dood is er geen bekering meer mogelijk. Als iemand je vraagt, bid voor die persoon, want die persoon is dood, ik zou het niet doen. Is niet Bijbels. Als iemand leeft, bid voor die persoon. Als je dood bent, is over. Er is na de dood geen bekering meer mogelijk. Oké. Dus hier wordt gepraat over 7 engelen die voor Gods troon staan. Niet over al die engelen die ten dienste van ons zijn. Maar dit hoofdstuk begint met die stilte in de hemel. Dat is heel bijzonder, heel bijzonder. Dat toen het zevende zegel geopend werd, kwam er een stilte in de hemel. Om daarmee, als het ware, iedereen die bij betrokken zou worden, voor te bereiden van wat komen zou. Men zegt het in normale taal, de stilte voor de storm. Want die 7 engelen, die kregen 7 bazuinen om te gaan spreken, om te gaan bazuinen, om te gaan inluiden de val van deze wereld. Doet mij denken aan die 7 priesters in Jozua. En dat de 7 ramshorens. En die hebben de ondergang van Jericho ingeluid. Door te blazen. 7 priesters. 7 ramshorens. En die bliezen op die ramshorens. Iedereen had 1. En dat luidde de ondergang in van Jericho. En deze wereld zal vallen. Door het geblaas van die 7 bazuinen. Door die 7 engelen. En zo zijn meer dingen in de Bijbel waar ramshorens aan de orde zijn. En allemaal luiden een zekere oordeel in. Oké. Maar kom een andere engel. En daar wil ik vijf of tien minuten bij stilstaan. Die 8e engel. Met een gouden wierookvat. Die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Hem werd reukwerk gegeven. Met de gebeden van alle heiligen. En dat zegt ons, de gebeden van de heiligen. Is belangrijk. En wie zijn de heiligen? Dat zijn de kinderen van God. Die de Heer hebben aangenomen, de zonde hebben losgelaten, ja, en de Heer dienen met een volkomen hart. Niet denken, ga naar voren, ik neem de Heer Jezus aan en dat zit, ik ga leven zoals ik zelf maar wil, ik ga maar door met mijn oude leven enzovoort. Nee, het nieuwe is gekomen. Het oude is voorbij gegaan. Een kind van God is een kind van God, de Allerhoogste.
Niet een kind van Daniel en Meta. Of een kind van Plikkoe en Nora. Een kind van God. En de kinderen Gods. Worden heiligen genoemd. In het woord. Met heiligen bedoelen we niet zoals de paus van de katholieken bepaalde mensen na hun dood heiligt. Het maakt niet uit wat ze hebben uitgespookt in hun leven. Maar zijn dood en hadden een titel en worden heiligen. Nee, je bent een kind van God en heilige als je leeft naar het woord van God. Als je de Heere Jezus hebt toegelaten in je hart. En je staat niet toe dat verkeerde dingen in je leven komen zoals boosheid. Onreinheid. Leugenachtigheid. Enzovoort. Wanneer de laatste drie dingen gaan behandelen bij Zuinen. Dan gaat u horen welke dingen de Heere irriteren. En welke voor de mensen bij voorbaat al een probleem vormen. En een van de dingen is drugs. Is een van de dingen. Een ander is dieverijen. Er worden een paar dingen worden genoemd. In Openbaringen 9. Die voor de Heer een probleem zijn. Maar een heilige houdt zich eraan. Je bent geheiligd door Christus. Het eigendom van Jezus. We zijn een kind van God. Daarom zegt Gods woord, deze beroemde woorden, in het Johannes Evangelie. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Die niet uit de wil van een man geboren zijn. Want iedereen is van nature uit de wil van een man geboren. Iedereen die geboren is, heeft een vader. Of heeft een vader gehad. Als je vader in de hemel zit of ergens anders. Oké? Niet uit de wil van een man. Doch uit God geboren zijn. Dat zijn de kinderen Gods. Sommigen denken, een kind van God is iemand die naar de kerk gaat. Iemand die zijn kerkelijke plichten voldoet. En dan leeft zoals hij zelf maar wil. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik kan u helaas met deze preek geen zoete broodjes verkopen. Ik verkoop u vandaag zure appelen. Die preek leent zich ervoor. Misschien de meeste preken die ik geef zijn zoete broodjes. Maar ik kan vandaag niet doen. Ik wil het woord houden. En de appelen zijn zeer zuur. Heel zuur zijn ze. Dat wil zeggen, als u een kind van God bent geworden, hebt u een prijs betaald. Je hebt een keuze gemaakt. U zegt, dit niet, dat. Nee, dit laat ik los. Ik ga de andere kant op. Nee, ik verlaat die brede weg, die highway. Ik ga de smalle weg op. Ik ga door die enge poort. Al die andere mensen om me heen gaan door die brede weg. Is vol met mensen. En in die snelle, smalle, enge poort ben ik alleen. En misschien alleen met Jozef. Maar ik kies voor die weg. Ik kies voor de smalle weg. Ik kies voor Jezus. Ik ga me houden aan al die eisen van het evangelie. Ethisch, moreel, maatschappelijk. Ik hou me vast aan al die eisen van de Heer. Aha, wat een zure appel om te bijten. Durf je het niet, bijt niet. Maar als je die prijs wil betalen, bijt die appel. En ga voor Jezus. Want de tijd van zijn komst is dichterbij dan wij denken. Want als voorgangers mij bellen, dan beginnen ze bijna altijd over, het gaat gewoon gebeuren, hè? Het gaat gewoon gebeuren. Hè? Ik verwacht dat zelf niet, dat het gauw gaat gebeuren. Ik blijf nuchter. Mijn vierde naam is Stanley Leonard. Nee, mijn derde naam is nuchter.
Ik wil nog een naam bijvoegen. Maar doe ik niet, anders krijg ik een bijnaam van de gemeente. Dus ik ga het niet doen. Oké. Ik ga terug. Op deze achtste engel. Die het reukwerk schonk. Hij werd veel reukwerk geschonken. Om het te geven. Met de gebeden van de heiligen. De gebeden van de heiligen gaan als een reukwerk tot God. Als je in de Heere bent en je bidt. Dan kan het zijn dat jouw gebeden worden misschien na je dood beantwoord. Het kan. Dingen gebeuren ook. Dat soms bidden moeders voor de bekering van hun kinderen. En pas als ze dood zijn, komen ze tot bekering. Kan. Ja? Maar je gebeden stijgen op. Als een reukwerk. De mens van nature is heel, heel ongeduldig. Die wil meteen antwoord horen. Ze bidden vandaag en wil morgenochtend om 6 uur voor hun deur zijn. Bezorgd door TNT. Maar zijn godshand. Wat wij moeten doen, is de gebeden blijven opsturen. Voor Gods troon. Als een reukwerk, als een reukwerk. Stijg het op tot de Heere. Oké? Voor de troon, op het gouden altaar. Voor de troon. En die andere, terwijl dit gebeurde, hè, Pikker, voor de troon gebeurde dit. Op het gouden altaar voor de troon. Stonden die 7 engelen. Met hun 7 bazuinen in de starthouding. Wachten op een sein. Om te blazen. Maar dat zou het de inluiding zijn van een verval van deze wereld. Oké? En deze engel die daar stond, omdat hij een reukwerk ook had op het gouden altaar, was hij ook priester. Want priester heeft alles te maken met bidden. Men zegt heel makkelijk, de man is priester in huis. Dat is prachtig om mannen te bemoedigen. Als een man niet hoogmoedig worden. Maar vrouwen zijn ook priesters in de Heere. De vrouw kan niet zeggen, mijn man bid, ik bid niet meer, ik ga shoppen. Want mijn man bidt. Nee, vrouwen moeten ook bidden. Vrouwen behoren ook tot het priesterlijk geslacht. Wij kinderen Gods, wij gereinigd in Christus, wij van Jezus, wij behoren tot een koninkrijk van priesters. Dat heeft alles te maken met bidden. Dus deze engel was een engel en een priester. En in het woord komt er maar 1 engelpriester komt voor. En dat is Jezus Christus, onze Heere. Zijn naam is niet Jezus Christus. Zijn naam is Jezus. Of Yeshua. Yeshua. Ja, is het goed gezegd? Nee, Yeshua. Niet Mahasia. Zijn naam is Jezus. Christus is de gezalfde. Maar hij heet niet Jezus Christus. Hij heet Jezus of Yeshua. Zo heet hij. Mensen maken ervan, heet Jezus Christus. Zijn naam is Jezus. Gij zult hem de naam Jezus geven. Maar dat maken de mensen ervan. In hun vroomheid. Hij is de gezalfde. Christus betekent gezalfde. Messias, gezalfde. Ja? Er is maar 1 persoon in de Bijbel. Dat is Jezus. De engelpriester.